Het is weer zaterdagavond. En ook lachen is topsport. Hij ruikt de arena. Hij staat te trappelen in de spelerstunnel. Uw topfitte lachspits. Uw lach is zijn doping. Maar lachen is ook teamsport. Hij kan het niet alleen. Helpt u hem een handje? Want hier is Ron Brandstede. Dames en heren, hartelijk welkom. Leuk dat u er bent. En zoals ik al kan horen, bent u aardig lachbereid. En daar zijn we blij om. Maar ik heb een beetje een moeilijke mededeling. Het is vanavond de laatste maar lachen. Van deze serie. En ik heb... ik heb ook goed nieuws. Na deze aflevering stoppen we er even mee. Oh. Maar we komen weer terug. Tenminste, als de kijkcijfers vanavond een beetje goed zijn. En dat is weer belangrijk voor u thuis. Want deze tellen mee voor hier. Maar u telt mee voor de kijkcijfers. Afijn, dat weet u, is een oud verhaal. We gaan er nog even een gezellig avondje van maken. Voordat wij ons gaan opmaken voor een lange, hopelijk hete zomer met veel zonneschijn in de lichtstoelen. Maar vanavond hebben we nog even te maken met drie lachstoelen. En in deze stoel, daar komt er eentje. U kent haar allemaal. Het is een reislustige jonge vrouw. Ja, rijpere jongere. Veel meegemaakt. We gaan met haar samen lachen. Hier komt een razendsnelle, nou een beetje, ja, een reporter te zitten. En hier komt een sympathieke comediant te zitten. Dus daar ligt het niet aan. En we gaan ze nu al verwelkomen. Hier is ze dan, onze eerste gasten. Zij is in beeld. En kijk eens even, wat een schatje. Zo te zien heeft ze nog een beetje last van jetlag. En het is een exotische vrucht. Maar ze is onder de... vruchtenpers gekomen. Dit is nou wat ze noemen ananas papaya. En ergens op de wereld zit er wel een vijf in de klok. Hier is Viola Holt! Welkom. Hallo. Heb ik te veel gezegd? Hallo, mag ik hier? Exotische vrucht. Ik had jou graag hier ja, willen hebben. En ik zou willen zeggen, welkom thuis, Viola. Ik heb nou al gelachen. Ja. Nou, het waren ook schokkende beelden van je. Maar ik weet dat jij niks uit de weg gaat. Hoe is het met je? We hebben je een tijdje niet gezien. Ja. Heb je het fijn in je nieuwe moederland? Ja. Mijn nieuwe moederland. Mexico. Mexico. Claro que sí, cabrón, no puedo vivir en México sin hablar español latinoamericano. Er is geen woord Frans bij. Nee, maar Paris est traversé par la Seine. Heb je al je eigen talkshow op de Mexicaanse tv? Nou, ik zie ze wel eens daar gaan. Dus er komt namelijk een presentator op in een smoking. Een hele een soort Pavarotti. En die wil iedere keer beginnen met praten. En dan doet hij zijn mond open. En dat gaat maar niet. En dan komen er ineens twee meisjes in tanga's. En die geven hem een zoentje. En dan kan hij praten. Ik dacht nog, dat is iets voor jou. Dat is iets voor mij. Maar een tanga staat mij niet. Nee, maar een zonder dollar. Is het nou zo, je bent toch niet het vak uit? Nee, ik ga het vak helemaal met een enorme rotgang weer uit en weer in, joh. Dat is toch al 30 jaar zo. Ja, ja. Ik heb nu weer net een aanbod gekregen voor een heel spectaculair, snel flitsen, nooit op televisie vertoond programma bij RTL 4 dus. Dus je bent niet verloren voor ons? Nee. Oh, gelukkig. Voor jou kan ik nooit verloren zijn. Nou, je gaat weer even terug. Ja, ik ga weer even terug en dan denk ik, ik mag nog niet te veel vertellen, maar dan denk ik dat ik, nou, jullie zullen we nog wel zien. Laat ik het maar je mag er nog niks van. Nee, mag nog even niet, mag nog even. Nou, we gaan nog niet vooruitlopen op de toekomst. We hopen je dan gauw weer terug te zien in die flitsende show, maar we wilden even teruggaan
naar die momenten zoals we je kennen en zoals jij in onze harten bent geslopen. En dat was de 5-uur-show. Ja. Dagelijks, het was eigenlijk nog nooit vertoond, een dagelijkse show. En jij had de touwtjes strak in handen. Oh jee. Maar dat kon niet anders, want jij moest daar natuurlijk al die gasten ontvangen. We gaan er even naar kijken. Ik dacht dat hier gasten komen zitten nu. Ik dacht even dat ik in de war was. Wij hebben een... wacht even, heb ik hem dan weggegooid, jongens? Dit is weer een prachtige blooper. Nee hoor. Ik ben gewoon de tekst kwijt. Ja hoor, hier ligt hij. En daarna gaat er dan iemand naar Amerika als die vrijdag in de studio komt die het meeste heeft gehaald. Aantal het meeste namen in het minste dan seconde. Ik ben er mijn tekst heen, jongens, het gaat niet door. Het spijt mij, doe maar een bumpertje, dan ga ik naar de discussie, want zo zie ik dat niet zitten. Jammer, geen kandidaat vandaag. Dankjewel, Ruud Gullet. Dankjewel. Oh, Ruud Gullet, zeg ik. Ik zeg nog Ruud Gullet, zeg ik. Dankjewel voor het gesprek, Ruud. Een kikker in de keel. Ja. En het is live, dus je kunt niet stoppen. Okay. Dus uniek in de televisiegeschiedenis dat iemand zijn stem gaat verliezen in een live programma. Even diep ademhalen. Nee. Zo. Zijn er nog mensen met dropjes? Laten ze opstaan. Een oproep. Ik heb geen oproep, dus dat heeft geen zin. Ik wil wel een oproep doen. Wil ik nu een oproep doen? Wilt u een oproep, krijgt u een oproep. Ik ga hem nu doen. 35 jaar lang toeren ze met hun allen door de hele wereld. Ze begonnen als een kleine muzikantengroep. Maar ze maken fantastische, leuke muziek voor bij de open hart. Je wordt er een beetje vrolijk van. Van de muziek van de Dubliners. En hier zijn ze dan ook met... Hoe heet het ook weer? Hoe heet het dan? Stepping Up Mary! Ja! Ik ga je klappen. Ah, wat heerlijk. Nou, ja, dat bedoel ik nou. Ja. Viola, dat missen we nou. Kan je gauw terugkomen? Nou, ik ga het zo doen, mijn nieuwe programma. Ja? Ik denk dat dit ook aardig in de lijn ligt. Vitaal. Nou, we geven je straks een bandje mee. Ik heb hem hier al liggen. Ja, ik vind dus dan kan je in Mexico nog even naar kijken. Op je bideo. Ja, als je om jezelf niet kan lachen, dan kan je niet lachen. Het is fantastisch. Ja, heerlijk. Maar het is ingeboren, hè? Het moest, je moet door. Het is live. Je kan niet anders. Ja. Dus je moet wel. Het is een gave. Misschien. Bij mij zeggen ze wel eens, als we bij jou zijn, dan voelen we ons zo op ons gemak. Ja. Maar bij jou, jij maakt wat los bij je gasten. Ik denk dat ze ook een beetje opgewonden raken als ze bij jou zijn. Oh ja? Ja, daar hebben wij bewijzen van. Kijk maar. Oh, wat erg. Let op, voorzichtig Joop. Hey Joop. Oh. Jij dacht dat die kloos kunnen, kan ik ook. Ja, ik ook. Is leuk doen, hè? Fantastisch, ja. Nou, ik vond het heel, weet je, heel veel succes. Dank. En dankjewel voor je komst naar de 5-uur show. Dank je wel. En lieve van Paul de Leeuw. Dat kan in een live uitzending. Op welke camera zit ik nu? In de herhaling, dankjewel. Naast mij is inmiddels Jeroen Pauw aangeschoven en die gaat ontzettend wat er in het nieuws zit. Ja hoor, dat doet hij nou altijd, hè? Ik staat al penia. Oh heer. En dan drijf je zo'n hele cameraploeg achteruit. Zie je dat? Tussen elkaar. Kom, kom, oh, heel goed, gaan we spelen, kom op. Dit is een poes. Neem hem maar even. Want... Ja. Dat heb je, hè? Maar we hebben het vandaag met Nico Dijkstra over dieren. Nou, hele rare vraag. Kun je dat zaad ook een jaar bewaren? Moet je daar lachen? Ja, moet je daar lachen? Ja, het is lachen. Ja? Ja, dat moet je dan zeggen, zo'n vraag. En dan denk je bij de redactievergadering, 's morgens al, dat hou ik niet droog, weet je wel. Nee. Maar dan probeer ik het toch serieus te doen. Meestal niet met zaad. Hè? Ik denk dat ze in Mexico niet weten wat ze in huis hebben. Nee. Alleen, ze laten het zo liggen aan het strand. Ze benutten het niet. Ja, dat is waar. Nou, kom maar gauw weer terug. Hè? Ja. Ja. Ja, ik kom gauw weer terug. Wij komen zo ook weer terug. Want om haar weer een beetje thuis te laten voelen, gaan we even samen gezellig naar de reclame. Maar ik hoop u straks weer terug te zien. Tot zo. Ja.
Welkom terug bij Laat ze maar lachen. En we hebben vanavond Viola Holt. Die hebben we weer begroet als een, ja, een beetje verloren dochter. Ze zit heel lang in het verre Mexico, maar tegenwoordig ook alleen maar fantastisch. Het is maar veel te warm hier. Dus wat zal je daar nog lang blijven zitten? Kom gauw weer terug. Ja. We gaan nog een paar leuke dingen bekijken, want wij mogen toch wel stellen, we kennen je heel goed, dat jou niets te ver gaat. Voor jou gaat geen zee te hoog. Jij bent nog een ouderwetse troeper waarvan je altijd op aan kan. Live, maakt niet uit. En jij hebt zelfs jouw lichaam beschikbaar gesteld voor de wetenschap. Oh mijn god. Ja. Dat is... Ja. Dat is... Nee. Nu al? Er zijn... Ja. Experimenten. Jij was een soort proefkonijn. Een soort bunny. Nou, misschien in alle toestanden ben je dat misschien vergeten, maar... Ik herinner je even aan de heer Columbus en de heer en de heer Frits Bon, die daar getuige van was. Oh! Ja. En dat waren allemaal wetenschappelijke experimenten en jij werkte daar van harte aan mee. Ja, ik vond het enig. Sterker nog, het duurde jou steeds te kort. Ja, ik zou een heel avondvullend programma, dat zou ik willen zien. Ja. Ja. Zou jij het leuk vinden om nog even ernaar te kijken? Ik vind het heerlijk. Ik hoop wij ook. Let op. Hoeveel kan hij dragen? Het staat op 150 kilo. Dus, ja. Viool, dat gaat net. Het stinkt hoor, maar ja, dat is met elke vuilnisbak. We hebben een stinkhaar. Oh, ja. Deze jaar gewoon als dat, maar dan geef je het even onder controle. Dan moet ik ook... Op dit knopje drukken graag. Op dit knopje, ja. U doet de bonen erin. Ja, ik doe de bonen erin. Oké, okay, daar gaat ie. Ja, die nou, hè. Oh, ja, dat is wel heel erg, hè. De prachtige huisleven, hè. Die leven. Het is zo simpel, hè. Die neemt gewoon de handel in de hand. Oh, ik heb er geen aardigheden, ik heb er geen aardigheden. Prettig, ga lekker aan de voetjes. Oh, ja. Oh, ja. 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 Veel te heet. Ja, meekant, nou meekant is hij lekker. Laten we rollen. Die kan ik gewoon weer. Dat is gewoon niet aan de weg. Dit doet er gewoon mee. Goeie, oh, lekker. Hè. Yeah. Interessant, misschien leuk om te even te zien, maar dan hebben we natuurlijk geen poes. Heb jij je poes bij je, Viola? Je kan het niet gaan proberen, hè? Kijk daar, hè? Is met Viola de poes? Ja, hier in je poes. Kom op, hier in je poes dan. Ja, kom op, door in je poes. Toch een kleine moeite op. Moet ik even wat maken, hier zo de hoek. Ja, dat is even. Oh, wat heerlijk, hè? Dat bedoel ik dan. Ja, maar je wordt gebruikt als komiek voorwerp. Of komiek, maar je voelt je wel echt een comedienne als je met André doet, hoor. Ja, het inspireert. Geen idee wat er gebeurt, maar je moet alleen maar lachen. Heerlijk, ja. En dat hebben ze in Mexico niet. Jawel. Ja, maar je kan ook in Mexico lachen natuurlijk. Dat ik je zei van die presentator die dan ineens zo heel moeilijk doet en meisjes gekust moet worden. Het gaat wel een beetje knulliger. Maar je hebt wel Amerikaanse tv-kanalen daar. Is dat ook leuk, Amerikaanse tv? Show. Ja, prachtig. Veel, hè? Heb je veel kanalen. Is het niet zo dat de kwaliteit dan een beetje ten koste gaat van de kwantiteit? Nee. Nee. Ik moet, de Mexicaanse televisie is nog lang niet waar het wezen moet. Maar de Amerikanen. Ik heb BBC, ik heb People and Art. Ik kan de prachtigste nieuwe programma's. Ik vind ze een jonge. Ontzettend veel talent zit. Wat je ziet en wat heerlijk is om te zien. Ja, het zijn wel vakmannen. Vroeger werden wij naar Amerika gestuurd om het vak te leren, toch? Ja. Ja, ik liet me niet sturen. Nee, ik maak even dolle. We gaan even verder, want we moeten verder. The show must go on. Je hebt het ongeveer 80 keer gedaan. In wie ben ik gezeten? Ik? Ja, iedere keer als er iemand niet kon, dan zat ik er weer. Nee, dat is niet waar. Nee hoor, dat is niet waar. Ik wou er altijd graag in, want ik vond het leuk. We hadden jou graag, want het was een leuk spelletje en je was altijd in voor een dolletje. Je had ook een sterke band met André, dat hebben we net gezien bij Columbus, maar bij Wie ben ik ook. En jullie hadden iets samen, dat kon ik zien.
En daar was ik soms wel jaloers op. Ach, goed. Alleen al moet ik kijken, de manier waarop zij André verwelkomt, mensje verplettert hem bijna. Echt zo? Let maar op, kijk. Ik weet. Dames en heren, Viola! Had een microfoontje in zijn oog. Hey, straks mag je dit vragen. Ik ben zielig. Viola, jonggeleerd is oud gedaan, gatvrouw. Nee, jonggeleerd is oud gedaan. Jong poesje. André. André is oud wat? Jonggeleerd is oud gedaan. Ben ik een jong poesje? De dame zei, zat al wat vaker hierbij, twee keer, hè? Jij bent al voor de 80ste keer al hier. Maar andere zei, wat heb je niet gedaan? Zij heeft een nieuwsrubriek gedaan, Viola Holt achter de feit aan. Nee, grap man, even wachten tot de grap gaat, dan pas gaan we. Maar als je vaker... Oh ja? Ja, kan jij lezen? Echt hoor. Ik hang af. Ook voor jou een lange. Ja! Erg, hè? We waren jong en onbesuisd. Hè? We waren jong en onbesuisd. Ja, ja. En het is altijd leuk om terug te kijken. Maar die dingen die we vandaag doen, is weer leuk om over een paar jaar weer terug te kijken. Zo moet je denken. Maar dat modebeeld, weet je, van vroeger. Nee, oké, okay, maar dat trouwens, is gedateerd. Trouwens, jij had ook een jong koppie. Ik had ook een jong koppie. Ja. Maar het heeft genoeg gekost. Ja. Jou ook al? Nee. Wat je ziet is wat je krijgt. Daar moeten we niet voor ons voor uit de weg gaan. Ben je gek? Zeg maar dat je het krijgt. Er zijn belangrijke dingen in het leven. Laten we lachen is een programma waarin we af en toe lachen om onszelf. Ja. En een beetje de draak steken met de dingen die hier gebeuren. Dat is heel belangrijk. We hebben straks nog wat meer. Ja. We gaan nu iemand aankondigen die jij ook heel goed kent. Ja. We gaan we zo wel vragen waarvan je hem kent. Het is onze razendsnelle jongen, een eigentijdse boy. Hij doet van alles, hij is zeer actief en hier is hij in beeld. Misschien dat u hem niet meteen herkent, maar straks als hij gaat praten, hij is namelijk bekend om zijn stem. En hij is namelijk erg into racing, hij zit helemaal in de Formule 1. Dames en heren, hier is Olaf Mol! Zo te zien zijn jullie ook geen vreemden. Nee. Ik was 30 seconden langzamer dan Barrichello. Ja, dat klopt. Eén na laatste Grand Prix. Dat heeft hij me verteld. Kennen jullie hij zelf? Ja. Kennen jullie elkaar van het circuit? Het circuit van de parkeerplaatsen rondom het HMG-gebouw. Ja. Oh, als collega's. Daar gebeurde. Jij zegt, ik was 30 seconden op Barrichello. Ik ook heel dubieus, trouwens, maar goed. Hele mooie dingen. Nou, ik wil niet alles weten, nee. Maar... We kennen elkaar gewoon, we zijn goed bevriend met elkaar. Hij is een wereldcommentator. En ik ben een absolute fanaat van de Grand Prix. Dus dat vindt elkaar altijd. We hebben dezelfde passie wat dat betreft. Passie. Maar jij, Olaf, jij bent gek van racerij. Ja, helemaal. En had je dat als kind al? Ik ben altijd wel een soort met van snel ventje geweest. Dat begon eigenlijk op school al een beetje. Dat je altijd als eerste de klas uitgestuurd werd. Dat begon s'winters altijd als eerste met postuur dat je altijd als eerste door het ijs zakte. En uiteindelijk, ja, ik woon niet zo heel ver bij het circuit vandaan. Je komt daar een keer terecht en ja, dan krijg je dat virus. En ik ben er nog steeds niet vanaf, gelukkig. Wat heb je allemaal gedaan in de racerij? Je programma's gepresenteerd? Ja, ik ben Heilige Koe? Ja, ik ben eigenlijk begonnen bij Veronica. Toen heb ik een tijdje de Heilige Koe geregisseerd, autoprogramma's. Erg leuk ook. En toen ineens werd ik gevraagd of ik Grand Prix wilde gaan doen. Nou, dat was natuurlijk voor mij de kans. Ja, als je zo'n kans krijgt, dan pak je hem met zes handen beet. Dat heb ik gedaan en het gaat hard. Ja, je geeft tijdens de races commentaar. Ja. En dat doe je dermate goed dat je alleen hele leuke recensies krijgt. De mensen zijn blij met je, hè? Ja, gelukkig wel. Ik weet ook niet waar het van komt. Ik denk een beetje dat het erin zit dat wij wel durven uitleggen wat er gebeurt. Ja. De autosport is toch, als je de hele sec tegenaan kijkt, rondjes rijden met auto's. Als je het zomaar ziet. Ja, maar zo kan je alles. Zo zeggen ze over voetbal, achter een balletje aanrennen. Nee, precies, zo tot kan je er meer van snapt. Ja. Maar jij ademt, en ik denk dat dat het geheim is, je ademt enthousiasme.
Je weet waar je over praat. Dit is ook heel belangrijk vandaag de dag. Het enige kleine dissonantje, Olaf, is dat het toch wel een beetje een mannenwereld is. Hè? Ja. Ik bedoel, zover de enige vrouwen die jullie daarin toelaten zijn hooguit enkele pitpoes hier en daar. Maar voor de rest is het een stoere wereld. Het is een recht voor zijn raap. Er wordt geen blad voor de mond genomen. Nee. En dat doe jij ook. Ja, eigenlijk wel. Want je bent soms wel een beetje... Ik ben van de categorie de redelijk direct. Vaak. Ja, nou, die directe commentaren hebben we even achter elkaar gezet. Oké. Hallo en welkom bij RTL Formule 1. De komende 25 minuten weer beelden en ja, krijg de tering op. Bij de mannen van Ferrari mogen we zien wat er allemaal gebeurt tijdens de warm-up. We beginnen nu... Kut, vergeet niet de lucht. Hallo en welkom bij RTL Formule 1. Vol programma... Ik krijg de tering. Plus, weet ik niet wat ik nu zou moeten gaan zeggen. Kut. Allard testte een Formule 3 auto op het circuitpark in Zandvoort. En we krijgen een keukje van de kijker van de kutje van de kanten van de kanten van de Olaf. De tering, tyfus, kut, bericht staan. Ik wil nog een keer, want deze was niet helemaal zo. Ja, holy shit. Geweldig. Nee. Ik vond het wel oké. Ja, nee, ik ben blij dat je me zo neerzet, weet je. Dat... Nee, er staat geen onvertogen woord bij. Nee, oké. Ik heb het al vaker gezegd, als je het zo achter elkaar zet, dan lijkt het veel erger. Ik schel nooit. Nee. Gelukkig, nee, maar er kwamen brieven op binnen. En op een gegeven moment ben jij die cursus gaan volgen. Van die kuisheidsgordelcursus. Ja, dat ging wat beter, ja. Dus, en je werd ook wat ouder en milder. En gelukkig kwam je tot inkeer. En je hebt je stijl een ietsje aangepast. Ja, je praat wel eens met iemand, die geeft je een hint. Ja. Je belt eens met iemand van, hoe kom ik daar nou vanaf? Ja. En het kan ook zo. Kijk maar. Dat was het weer voor vandaag. Tuurlijk. En morgen. Oké, goed. Goedenavond, dames en heren. Hartelijk welkom bij dit eerste Formule 1-programma in de winter. Goedenavond, doen we nog een keer. Goedenavond, dames en heren. Hartelijk welkom bij dit... Nee, want ik zag een goedenavond, dames en heren, zeggen. Goedenavond, wederom welkom bij RTL Formule 1. Je hebt ons weer weten. Nee, is niet goed. Komt ie. Ik ben een drama. Dank je, ik moet je haak op vliegen. Oké, loop je al of niet? Oké, dat is fijn. Zoals altijd gaan we ook nu er even nog. En het laatste nieuws. Blijf op 5. Kijk, snel weg. Stom, hè? Tot zover dan weer RTL Formule 1 voor deze week. Volgende week, 21:15, zijn we er weer. Zorg je dat je niet zorgt dat... We zien elkaar volgende week weer, zo direct na deze uitzending. Dat was hem dan alweer, Dat was hem dan alweer voor deze week, RTL Formule 1. Volgende week zijn we er weer, zo rond de klok van 21:15, na de speelfilm op RTL 5. Wanneer is de volgende Grand Prix race weer? De volgende Grand Prix race is, als het goed is, ergens in Canada, in begin juni. In Canada? Ja. Ja. Dan gaan we kijken allemaal. En dan gaan we aan je lippen hangen, nu we je wat beter kennen. Maar ik schrijf nooit teksten, daar komt het eigenlijk door. Je schrijft geen teksten? Nee, ik moet dat plop uit mijn hoofd doen, want anders... Ja, je doet het vanuit je hart. Ja, dat blijkt. Maar dat is toch het leukste? Ik moet op cursus. Ja. Nee. Jij bent ook niet de enige, Olaf, die bloopert in de racerij. En we hebben ook een voorbeeldje van andere bloopers in de wereld van de Formule 1. Ja. Ook Irvine duikt nu naar binnen. Salo stond lang binnen, krijgt veel benzine, Irvine. De regen, want de gaan er niet op. Kijk, rechtsachter. Rechtsachter, hè? Oh dear, er is geen band voor rechtsachter. Mijn god! Ze staat te kijken, handen over elkaar. Wat nu? Er is geen band voor Eddie Irvine rechtsachter. Dan komt er ineens een wiel. Het zijn sliks, voorop zitten sliks. Wat moet ik nou? Zet hem er maar op. Dames en heren, het wereldkampioenschap van de heer Eddie Irvine verzuipt hier op de Nürburgring. Ongelooflijk, hè? Het is, ja, dat... Jongen, dat zijn toch unieke momenten. Hoe kan dat? Ja, drama gewoon. Er was paniek. Er was eerst een binnengekomen. Die had te lang binnengestaan. Toen waren de mannen teruggelopen met banden. En een week later waren ze het aan het oefenen gewoon. Hardwonend de pitstraat in en uit met al die banden. Want ja, dat kan bij zo'n team. Die geven $600 miljoen uit. En dan vergeten ze hun band.
Want als er iets professioneel in elkaar zit, dat zijn al die pitstoppen. En dan is het toch mensenwerk. Ja, gelukkig wel nog. Dat maakt het juist zo mooi. Ja, echt wel. Maar je maakt die ook echt kwaad, hè? Ja, dat is, ik heb dat. Ik zit altijd in een wedstrijd roepen. Ik kan ook echt pisselink worden in een race. Ja. Als er iets niet goed gaat... Nou, rustig maar. Sorry. Dan kan ik helemaal ontploffen. Dan heb je dat ook met andere dingen of alleen met Formule 1? Nee. Andere. Voor de rest ben ik eigenlijk wel andere sporten? Van. Nee, doe je zelf aan sport? Ja, nee. Afgetrainde Hollander mag niet kijken. Nee, ik golf een beetje en af en toe mag ik in een autootje racen. En dan kan ik wel flink. Je race ook af en toe zelf een autootje. En je zoontje rijdt in de skelter. Race op een kart, zegt hij zelf. Race op een kart. Ja, 11 jaar. Gaat als een kogel. Ben je niet bang als vader? Nee. Ik denk hoe oud is hij? 11. Hoe hard gaat hij? Heel hard. We hebben op dit moment 6 wedstrijden gereden, 5 gewonnen. Ja, maar je... Kijk! Alles dat is goed. De pappies bij elkaar. Ja, nee, dus je brengt de liefde over. Ja, ik denk dat we zijn gaan voetballen. En toen had hij na 10 minuten ruzie met zijn eigen elftal. En na 11 minuten ruzie met het andere elftal. En na 12 minuten ruzie stond hij langs de kant met de rode kaart. En toen dachten we, dit wordt niks. Nee, andere sport. Ja, judo werd boksen. En uiteindelijk met een helm op zelf zei hij, dit vind ik leuk. Maar waarom niet? Laat hem maar een beetje uitkijken. Hè? Ja, oké. Je bent niet de eerste Nederlander die zoveel betrokkenheid heeft met de autowereld. Want er was nog een autoriteit in de automobielindustrie die jou voortging. En dan heb ik het over Fred van der Vlucht. Die kunnen we ons allemaal nog herinneren. Hij zat in heel veel programma's over auto's. De hoogste versnelling. Mooie stem. Mooie, gedragen stem. En hij had ook iets autoritairs. Hè? Als hij zei, deze auto moet je kopen, die komt het beste uit de test. Dan geloofden we dat allemaal. Ja. En dan gingen we allemaal naar de dealer. Dat had die man. Voor de rest was hij beschaafd. Hij was een gentleman en hij had iets te lange tenen. Lotusje, Mazda, Hyundai en Opel. De Vecta is voor deze prijs heel kaal uitgevoerd, maar steunt natuurlijk op... Au! Ja. Oeh, goeie hoor. Wauw. Mooi, hè? Over je tenen, zeg. Ja, er is geen reclame voor die auto. Nee. Brede banden. Ja, wij gaan wel even naar de reclame. En ik hoop dat u bij ons blijft, want we beleven nog veel lol met Olaf Mol. En Viola holt ook niet weg. Welkom weer terug. Bij laatste me lachen, fijn dat u bij ons bent gebleven en het is ook leuk, want zo vaak zien we er niet meer, maar er komt verandering aan binnenkort. Viola Holt is de gast en Olaf Mol die zien we alleen op hoogtijdagen, evenementen in de Formule 1 en vanavond zit hij lekker op zijn plaatstoel en zo te zien, lekker ontspannen. Olaf, nu je hier toch bent, willen wij even een klein experimentje met je doen. Kijk, een commentator die moet altijd reageren op de dingen die gebeuren. Die kan zich wat dat betreft natuurlijk ter dele voorbereiden, maar hij moet natuurlijk toch volgen wat er gaande is. Dan hebben wij een heel klein filmpje uit de racerijsport. Alright. Zou jij dan dat willen voorzien van jouw deskundig commentaar? Waar zijn we? Het is een rallycross. Okay. Het is ergens in Nederland, in de weilanden. Okay. En het is een kort stukje, dus je moet gelijk van huis uit gas geven. Alright. Ja? Ben je er klaar voor? Ik kan. Dan geef ik het startsein. Okay. Auto's klaar, regisseur klaar, Viola klaar. Ja. 3, 2, 1, go! En welkom bij de Nederlandse kampioenschappen. Kleiduiven proberen te raken. Nee, zo is het niet, want we zijn op een rallyproef. Er zijn twee wagens. De voorste wagen heeft het wat lastiger. De achterste wagen is flink wat sneller. Die probeert er langs te komen en die duikt er in één keer voorbij. Maar toen, foutje! Yes! Nogmaals het moment in de herhaling, ja, duidelijk te veel overstuur. Ja. De man compleet overstuur in de auto. En dit wordt even bellen. Oh. Mooi, hè? Ja. Uitbundig. Ik geef hier een vette 9 voor. Ja. Jij ook, Viola? Prachtig. Oké, de jury is unaniem. Ja. Olaf, bedankt. Blijf nog even bij ons. We gaan onze derde gast gaan we aankondigen. Die komt in de derde lachstoel te zitten. Ik heb u beloofd, het is een sympathieke comediant. Dat wil zeggen, hij speelt comedy. En kijk maar, hij heeft een guitig gezicht. Hij heeft ook zijn serieuze trekjes. Misschien dat u hem nog niet meteen herkent. Hier is Marnix Kappers. Dat is een van de snelste. Dat is een volle. Hi, dag.
Topsport. En Viola, die kennen ja, natuurlijk ook. Tuurlijk. Viola en Olaf de gast, maar niks. Dus we hebben het veel over vrouwen en auto's gehad. En we zijn blij dat jij er ook even bent. Je hebt ook ja, in het Nederlandse amusement, wat heb jij niet gedaan? Ik weet het niet. Van alles, toneelgezelschappen, speelfilms, hoorspelen. Ja. Een heleboel tv-series. Een van jouw bekendste televisieseries was Zonder Ernst. Ja, of tenminste de laatste, ja. Ja, het heeft heel lang geduurd, hè? Ja, 7 jaar geloof ik, ja. Je was in Mooi Gezelschap. Ja. Echte topbezetting. Ellen Vogel. Ellen en Sjoukje en... Ja. Ellen Meijer, onze eigen Ellen Meijer. Die ons, ja, die we hier vanavond ook horen, hè. Dus dan denk je, daar kan niks fout gaan. Dat denk je. Ja, of tenminste, ik herinner me helemaal niet veel. Ik ben benieuwd wat jullie... Kijk maar, dierbare kunnen vinden. Momenten. Een roman? Is ze bezig met een roman? Daar heeft Jet niks van gezegd. Nou ja, ze is nog in het denkstadium, hè. Maar gelukkig begeleid ik, hè. Oh, wat erg. Ik weet het niet meer. Wat erg. Oh, want zij doet alles goed en ik versteer het. Dit keer die ik uit. Kaatje. Moeder. Kaatje. Moeder, wat doe je nou? Ik sla spijkers met kopje. Kijk, ik heb de kopjes. Maar ik dacht, zoveel geld zou jij wel niet hebben als alleenstaande aanstaande moeder. En zo'n baan met zo'n vrouwenpot. Ja, dat is het bekende, hè. Dat zei ik toch. Zo lesbisch als een deur. Laat je toch niet in de war brengen door zo'n Parijse pot? Vond ik het niet lekker dan? Ja, dat had ik moeten vond zeggen. Vond je het lekker? Ja, ja. Nou, ja, vond ik het niet echt. Oh, ja. Weet je trouwens dat ik antwoord heb gekregen op mijn brief? Welke brief? Nou, als mijn jas hier hing, dan zat die brief daarin natuurlijk. Kut. Hé, hey, dat zei jij ook volgens mij. Nee, dat is... Nee, klaar toen al dat ik eerder kwam. Nee. Weet je? Maar ja, toen zei ik van, nou laat even wachten, weet je? Wat doet u in het dagelijks leven? Huh? Ik had je nog zo gewaarschuwd. Wat is laatst vanavond? Ik weet het nog niet. Ik moet naar een klant en ik heb geen idee hoe het verder. Boekenstal Bruinink. Hé, hey, Jet. Oh, sorry. Sil. Oh. Dat viel me nog mee. Wat zeg je? Viel me nog mee, eigenlijk. Viel je nog mee, hè? Ja, maar we zijn er nog niet. Huh? We hebben nog meer. Manning, een prangende vraag. Doe jij veel in de huishouding? Nee. 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 Ben jij handig? Ik bedoel... Eigenlijk niet echt handig, nee. Heb jij je wel... Daar ben ik te precies voor. Ja? Hoe mensen die handig zijn, die kunnen heel snel allerlei dingen... En ik ben zo precies, dat dan gaat het juist niet goed. Beetje precies? Ja, een beetje, ja. In deze serie had jij een boekwinkel. En jij was een grote man in een kleine boekwinkel. Met alle gevolgen van dien. Ja. Heb jij je ooit wel eens een olifant in de porseleinkast gevoeld? Ja, ja? Regelmatig, ja. Wat jullie wilden? Klans! Het was Hugo Metzels, was dat, ja. En wij. Michiel. Oh. Kan jij Jet een beetje opvangen? Ja. En dan ga ik op tapdans. Oh, Michiel. Tadadadad. Stomme Jonathan. En dat wil vader worden? Ja? Ja, zo leuk, hè? Ja, dat was ik weer vergeten. Ja. Dat was ik weer vergeten, want het is heel gek. In je herinnering heb je, kijk, het verschil met zo'n presentatie, wat jullie dan doen, dat is, je zit live erin. Als het fout gaat, is het meteen duidelijk voor iedereen. Maar wij hebben natuurlijk gerepeteerd en vaak uitgebreid. Zou je niet zeggen. Dus er gaat bijna nooit meer iets fout. Wij moeten het weer rechtbreiden. Maar dan blijkt dus toch achteraf dat er toch nog allerlei dingen... Want wij lachen natuurlijk met de repetities, lachen we ons wild. Dan gebeuren de gekste dingen. Verder, Mannix, kennen we jou
Silencio. Stil. Hoi. Kennen we jou van het hele aparte programma Knopen in je zakdoek? Doe je samen met Sylvia Mielekam. En het is in zoverre apart. Nou, leg jij het maar even uit. Waarom is dat dan? Nou, dat weten de meeste mensen wel. Het is voor verstandelijk gehandicapten. En het is een soort magazine-achtig programma. De ene week is het informatie, de andere week een spel. En het leuke is dat natuurlijk eindelijk verstandelijk gehandicapten het gevoel hebben dat ze erbij horen. Dat ze hun eigen programma hebben. En de andere aardige kant aan het programma is dat een heleboel mensen die nooit in aanraking komen met verstandelijk gehandicapten, eindelijk dat eens zien. En ontdekken hoe gewoon en leuk en soms heel slim en geestig en creatief ook verstandelijk gehandicapt te kunnen zijn. Dus net zoals wij allemaal eigenlijk zijn. En dat is het aardige, vind ik, van dit programma. Maar het is ook niet makkelijk natuurlijk, want je hebt een bepaalde doelgroep die je probeert te bereiken. Dat is de essentie van het programma. Maar als je dan over hele persoonlijke dingen praat die jullie persoonlijk heel erg raken, dan moet je dat weer vertalen en dan kom je er vaak niet helemaal uit. Het is geen huiler, geen dijenkletser, maar het is zo'n mooi moment wat we je even willen laten zien. Kijk maar. Ik hou van kinderen, maar ja, ze hoeven niet van mezelf te zijn. Toch? Ja, dat is natuurlijk zo. Ja, als je ziet dat mensen getrouwd zijn, denk je altijd automatisch aan kinderen krijgen. Ja. Ja, terwijl ik zou juist mezelf eerder afvragen van waar zijn we in godsnaam mee bezig? Je ziet het denken. Een schatje. Ja, dat had je gedacht. Was helemaal niet zo'n lievelingetje hoor, toen ik zo jong was. Hoezo niet? Ja, dat is ook... Snoepje gewoon naar binnen gegooid. Toen ben ik bijna gestikt. Mijn moeder kwam net op tijd de kamer binnen. Ik was al helemaal blauw aangelopen zo. En daar gaat de bel. Oh. Wat een goede timing, zeg je opie. Dat is mijn moeder. En toen was ik in het snoepje bijna gestikt. Toen was ik al helemaal blauw. En toen kwam mijn moeder net op tijd de kamer binnen om ondersteboven te... Ja, kun je nagaan wat er allemaal kan gebeuren? Vreselijk, ja. Als ik wist wat ik moest zeggen, zou ik het doen. Blijf zo doorgaan, Marnix. Dan zien we elkaar ongetwijfeld nog vele malen terug. We zijn aan het laatste rubriekje, dat is die blaadslag. En dan mogen gasten die mogen iets aanvragen of iets meenemen. Waar zij zelf weet om gelachen hebben en nog steeds om moeten lachen. En Viola, heb je zo'n dierbaar videootje of momentje? Ja, het is heel leuk. Maar, want het gaat ook om jou. Bovenop in die race. Nee, maar het is zo'n leuk moment, want ik heb toen een programma gedaan, in de zomer was dat ook, dat heette Het Beste van Vier. Ja, overzicht. En daar was jij te gast in met André, samen. En wij hadden meteen, wij gingen wel eens even vertellen, ik had een goede vraag voorbereid voor jou, een serieuze vraag. Een grote tv-ster, vond ik hem, vind ik hem nog. Een duidelijke vraag voor jou. En je gaf er ook zo, je moet het antwoord luisteren wat hij geeft, dat is zo goed. Dat is nu in deze tijd helemaal een prachtig antwoord. Je was je tijd ver vooruit. Maar dan komt die kop van Duin in beeld. Meer zal ik er niet over zeggen, maar dan gaat het helemaal mis. Ja, dat vind ik leuk. Goede flauwekul maken, dat is een enorme opgave. Dat is niet te zien zo. Het lijkt allemaal heel makkelijk te gaan. Ja, maar als je dat zegt, dan beschouw ik dat als een compliment. Hetzelfde, het zou niet te ver gaan, maar met een aantal mensen, dan lijkt het ook makkelijk. En als het zo lijkt, dan ben je wel lekker bezig, denk ik. Want geforceerd leuk worden, wat sommige mensen wel eens proberen. Wat bedoelt je nou? Wat zeg je nou allemaal? Ik zit nou eens naar je, dan laat je het zelf terug. Dan moet je dus terugluisteren als je dit gaat. Als je daar gaat, dan moet je terugluisteren wat je nu allemaal zit te zeggen. Dat is onbegrijpelijk. Niemand begrijpt dit. Nou, nee, natuurlijk niet. Natuurlijk. Begrijp jij wat hij zei? We hebben acht. Zeg, ze doe ik helemaal geslagen. Heeft die man het over? Ik zou toch nog niet moeten denken dat ik in plaats van Caroline het programma moet doen. Ik kom dus niet meer bij, nu al niet. Hè? Ik zou er ook niet moeten denken. Goed doen. Nee. Misschien is het wel eens leuk. Ik zie u volgende week woensdag weer voor de laatste aflevering. Hallo, voor de laatste aflevering van Het Beste van Vier. En we sluiten de hele rij met een heel uur lang Rolf Wouters. Nou. Daar ben ik voor. Tot volgende week woensdag.
Basta. Dank u wel. Open deur. Die kan dat dus als geen ander, hè? Die van Duin, die kan dat als geen ander. Gewoon. Van Duin. Ja, dat is dan niet normaal? Ja, dat is... Zo is hij geboren, ja. Daar kan hij niks aan doen. Ja, maar ergens, als ik de gang tegenkom, kijk, Kemal heeft hij ook zo'n gezicht. En dan mag ik niet om hem lachen, maar dan moet ik toch om hem lachen. Die intelligente golden retriever blik noemen wij het altijd. Zo'n doekje om zijn nek knoopt erin, hè? Ja, een doekje en hij gaat. Ga liggen. Ja, af. Af. Dat was heel leuk. Dankjewel. Ik vond het ook weer leuk om en toch vind ik het antwoord wat je gaf, ik begreep het wel. Ik begreep er zelf niks van. Zeker nu in deze tijden. Oké. Ik hoop dat wij u allemaal plezier hebben gedaan met het ontvangen van dit illustere drietal. En het gaat jullie allemaal goed. Wat je ook van plan bent, jij met je nieuwe programma, jij in de Formule 1, doe rustig aan. Voorzichtig met je zoon en Marnix. Alles wat jij nog in petto hebt en we gaan het allemaal volgen. We hebben voor jullie natuurlijk een videootje, die ga ik jullie overhandigen. En dames en heren, helaas, het is voorlopig even de laatste in Laat Ze Maar Lachen. U bent toe aan een heerlijk warme zomer. Doe voorzichtig. Blijf u insmeren met de diverse factor van 4 tot en met 20. En ik hoop dat er ook wat te lachen valt. En dan hoop ik u na de zomer, zo'n beetje in het najaar, met Laat Ze Maar Lachen weer terug te zien. En volgende week hebben we nog een speciale, dat is op vrijdag, een speciale Europese kampioenschappen aflevering van Kans van je Leven. Zo, nou bent u helemaal op de hoogte. Ik wens u nog een prettig weekend. Bye bye. Voor jou in Mexico.